tafel Monique Samuel, bekroond schrijfster van boeken inmiddels. Student, weer een nieuw boek geschreven, getrouwd, christen, wereldverbeteraar. Wat zou je het liefst willen heten? Monique. Ja. Dan omvat ik het toch? Ja, dan omvat je het zeker wel, ja. Ik zei even in aanleg, en daar moeten we het even over hebben, want dat maakt het juist bijzonder voor jou, dat jij 90% van je gezichtsmogen kwijt bent. Ja. Op dit moment. Ja. Nu ook, zie je mij? Ja, maar ik kan uw ogen bijvoorbeeld niet goed zien. Je ziet een schim van mij? Afhankelijk van hoe ik focus. Ik kan uw contouren zien, sowieso. En als ik kan op kleine details van uw gezicht letten. Hm. Maar dan wordt de rest vaag. En ik kan het dus niet in één keer scherp zien. Ik moet stukjes nemen. Ja. Wanneer is dat begonnen? Dat is een goede vraag. Ik zou er niet precies antwoord op kunnen geven. Maar ik weet in ieder geval dat vanaf mijn 13e het geconstateerd is dat ik de ziekte van Stargardt heb. Ja, ik las die naam. Zeg hem nog eens. Stargardt. Wat je denkt. Niemand ooit van gehoord. Nee, nee. Misschien hebben wel meerdere kijkers van macula-degeneratie gehoord. Dat is gewoon ouderdomsslijtage van het oog. Dat komt echt veel voor onder oudere Nederlanders. En dit is dan de enige jongere variant ervan. Maar jong is een beetje betrekkelijk, want ik was dan 13. Of eigenlijk is het natuurlijk al eerder ontwikkeld. Maar je bent ook nog jong als je het op je 30ste of je 40ste krijgt. Nou ja. Dus het is nogal verschillend. Hm. Hoe komt zo'n boodschap, het zal geleidelijk zijn, hè? Hoe komt zo'n boodschap bij een meisje van 13, 14, 15 binnen met de boodschap, je zult misschien een groot deel van je gezicht, of helemaal je gezichtsmogen kwijtraken? Ja. Nou, die boodschap die kwam niet zo geleidelijk binnen, want die boodschap was gewoon op één dag bang. Je hebt het? Ja. Ook met de consequenties? Nou ja, dan opeens, dan weet je wat je hebt en dan merk je wat je verliest. En daarna ging het ook zo snel. Dat was niet echt heel geleidelijk. Nee, dat is niet een langzaam bewustwordingsproces. Ja, voor jezelf. Kijk, de boodschap was dus niet geleidelijk. Het verwerken wel. Ja. Ja. Kan je dat verwerken? De boodschap, u wordt misschien blind of bijna blind? Nou, je kan rust in vinden, maar geen berusting. Rust, maar geen berusting. Ja. Help eens. Je kan vrede krijgen met het feit dat je het hebt. Ja. Maar om te zeggen, nou, je accepteert het. En het is net zoals met oorlog. Je gaat ook niet zeggen, oh, er is een oorlog, dat accepteren wij. Of er is sociaal onrecht, dat accepteren wij. De regering zegt, er komt werkloosheid, dat accepteren we niet. Nee. Nou, ik zeg, ik heb een oogziekte en dat zie ik als een kwaad, als een slecht iets. Dus ik ga niet zomaar zeggen, nou, dat accepteer ik. Het is voor mij net zo slecht als al die andere zaken. En het doet heel veel pijn voor mij en mijn omgeving. Dus ik vind er rust in, maar ik kan niet zeggen, nou, ik heb het, jammer dan. Want je bent een ambitieus meisje, het woord komt van mij. Je hebt twee bekroonde boeken geschreven. Dat zou ik zelf ook zeggen. Wacht even, je bent een ambitieus meisje. Hè? Ja, ik ben ambitieus. Ja. Je hebt twee bekroonde boeken geschreven over de multiculturele problematiek. Je hebt een nieuw boek geschreven. Ik heb één bekroond boek geschreven en één bekroond verhaal. Ja, maar allebei over diezelfde. En wel, noem maar even de prijs. El Hijra. Ja, die kon je uitspreken. Ja. En wie is die voor? Dat is voor jongeren, nee, Nederlandse jongeren met een Marokkaanse of Arabische achtergrond. Ja, want je hebt een tijd van je leven, althans regelmatig, in Egypte gewoond. Ik heb niet gewoond. Ik ben er wel veel geweest. Ja, gereisd. Dus jij schrijft graag en je bent student en je leest graag. En dat zijn allemaal dingen die je mede ook met je ogen moet doen. Dus de vraag wordt dan naar jou toe, hoe belemmerend dus jouw handicap. Mag ik het handicap noemen? Hoe noem je het zelf? Ja, tegenwoordig mag je het woord handicap niet meer gebruiken. Oh. Dan zeg je beperking. Hoe jouw beperking... Maar u mag zeggen dat ik een handicap heb, maar ik ben niet gehandicapt. Hoe jouw beperking ontzettend belastend is in de dingen die je juist leuk vindt. Studeren, schrijven, lezen. Ja. Hoe gaat dat? Nou, bijvoorbeeld met het lezen. Ik had de eerste jaar dat ik, dus zeg maar mijn 13e, 14e, 15e, had ik ontzettend veel hoofdpijn. En dan lees je niet graag. Dan kijk je ook niet graag televisie. Dat doen veel mensen om te ontspannen. Nou, voor mij is dat het meest intensieve medium wat er is. Met altijd geflits en... dus het was gewoon vaak op de bank liggen muziek aan. Ja. Dat, en de ogen dicht. Maar ik ga gewoon me heen. Dus dat eindeloos ogen dicht is niet zo leuk. En de boeken die ik wil lezen zijn ook niet als leesboek beschikbaar. Nee. Dat zijn meer wetenschappelijke boeken. Ja. Dus ik ben toch maar weer gaan lezen. En in eerste instantie was het met een televisieloop. Dus met een beeldscherm en een muis. En dan lees je op het beeldscherm. Ja. Maar dat doe je niet als je onderweg bij een trein zit. Dat doe je ook niet als je in de tuin wilt zitten in de zon. Dus ik ben toch maar weer gaan lezen. Want zou je, dit is je nieuwe boek, komt over een maand uit. Zou je dat kunnen lezen? Of zeg je, dit zijn letters die ik niet kan lezen? Ik kan het lezen, maar op mijn bril af en toe moet ik het heel dichtbij houden. Dan ziet u mijn gezicht niet meer. Ja. In dit boekje adviseer je heel erg, of kom je heel erg uit, zo moet ik het zeggen, als christen. Ben je boos op God geweest de afgelopen jaren? Ik heb het jobproces wel meegemaakt. Wat is het jobproces voor mensen die denken, wat is dat nou ook weer, het jobproces?
Job vervloekte zijn geboortedag, maar zij wel. Dus dat was te kwaad. Iets, hij was boos op God. Absoluut. Zijn vrienden maakten het me ook niet echt makkelijk. Mijn vrienden gelukkig wel wat meer. Daarin ben ik dan gezegend. Maar uiteindelijk zei hij wel, u geeft, u neemt, uw naam zij geprezen. En u was God. Dus ik denk niet dat Job berustte in zijn situatie. Ik denk dat hij doorvocht tot het eind. En dat hij daarom ook door God beloond is. After all. Maar hij wist het wel in de hand van God te leggen. Hij had er zelf toch ook geen controle over. Dus dat was ook het goede om te doen. En ik wil niet zeggen dat ik zo vroom ben als Job. Maar die woede en dan toch uiteindelijk het zeggen, u geeft, u neemt, u naam zij geprezen, dat... En moet je dat doen. Iedere dag bij wijze van spreken oefenen? Omdat je iedere dag de aanvechting voelt toch om boos te worden of verdrietig of depressief? Omdat je een aantal dingen in je leven niet zou kunnen? Tot 2 jaar geleden had ik gezegd ja en nu zeg ik nee. Dat is niet meer elke dag, dat is niet meer elke maand. En wat is de omslag geweest? Ik werd op een dag wakker. Gelukkig. Ja. En ik... Nou, als ik het aan hem zelf kunnen vragen. Maar ik werd op een dag wakker en ik dacht van... Wat is het nou? Hoe moet ik dit nou met mijn leven verhouden? En toen was het opeens dat ik dacht... Ik heb deze ziekte. Het is een deel van mij. Ik ben het niet. Ik ben niet ziek. Het is een deel van mij. Maar ik ben jarenlang zo boos geweest en zo verdrietig en zo machteloos. En het zat allemaal opgekropt. Dus je lichaam werd helemaal ziek. Ik was depressief. En dat probleem in mijn oog werd een probleem van mijn lichaam, mijn ziel, mijn hart, mijn geest, mijn verstand en al mijn kracht. Om het even bijbels uit te drukken. Ja, ik heb een bijbelboekje geschreven. Heel veel, maar goed. En ik dacht, dat wil ik niet meer. Ik wil gewoon dat het... het zit in mijn oog en daar zit het. Dat is de locatie en het liefst daar weg. Maar het zit daar en fijn niet. Ik ben gewoon... Ik zie er goed uit. Ik ben slim. Ik heb kansen. Ik heb een hele fijne familie. Ik heb hele lieve vrienden. En dit hoeft mijn leven niet meer te beheersen. Nou, en dat is een goed inzicht. En die knop ging dus om? In één dag. En hij vloog niet terug? Nee. Je hebt een boekje geschreven over God, om het zo maar even te zeggen, over jonge mensen. Ja. Ik vroeg me af, je bent 19, hè? Ja. Toen ik 19 was, zou ik dit niet gekund hebben, denk ik. Ik heb het nog voor mijn 19e geschreven. Dan maak je het nog erger voor me. Ja, ja, ja. Toen ik 18 was, zou ik het helemaal niet gekund hebben. Van waar komt die passie voor God bij jou? De verwondering. De verwondering en de zoektocht. Maar ik zoek nog elke dag naar God. Ik zeg niet... Ik ben zoals U2 van I Still Haven't Found Where I'm Looking For. U2, dat is een popgroep, even voor de mensen die denken... Ja. Waar heeft het nou weer over? Een Bono met die zonnebril en zo. U2. Ja. Ja? Dat is... En wat zingt die U2? Ja. Nou, die heeft een... Toen zij nog op Pinkpop rondliepen in de plaats van in grote arena's... toen hebben zij het nummer gecomponeerd I Still Haven't Found Where I'm Looking For. Dat heeft een duidelijk christelijke boodschap. En dat, ja, ze zijn blij met God en nog steeds hebben ze niet genoeg. En ik geloof in God, maar zeg je mij, ken je God helemaal? Nee, nog geen fractie. En het is die zoektocht en nog meer van hem willen weten die mij gedreven heeft een boekje te schrijven. Omdat ik ook denk dat het goed is voor andere jongeren die zoektocht. Ja, want waarom is dit goed voor? Waarom moet de andere jongen dit boekje voor jou al lezen? Van zo'n meisje wat 18 was toen ze dit boekje kennelijk schreef. Nou, allereerst omdat het in hun taal is. Ja, dus modern? Zo modern. Ja. En ten tweede, omdat het eerlijk is. Althans, ik heb geprobeerd zo eerlijk mogelijk te zijn. En ik zeg niet... Ik denk dat heel veel mensen mij nog een preacherman zullen vinden. Nou ja, een vrouwelijke variant ervan. Maar in ieder geval heb ik geprobeerd gewoon eerlijk te zijn. En open te zijn over worstelingen en strijd en twijfels. Want ik denk dat het gewoon integraal deel zijn is van het christen zijn. En daarnaast ook van het jong zijn. Als jij als jongen niet afvraagt wie je bent en wat je identiteit is... Dan heb je volgens mij een probleem in je jong zijn. Want het is gewoon een onderdeel van je zoektocht naar volwassenheid. En misschien hoort God daar wel bij. Ik durf te zeggen van wel. Ja, want in die zoektocht van jou, althans, dat probeer ik een beetje in het boek... Nee, dat lees ik in het boek, dat probeer ik niet in te lezen. Wordt God steeds groter in die zoektocht? Het is niet zo dat het een zoektocht is waarvan je zegt... Ja, het kan vriezen, het kan dooien, het kan misschien ook nooit wat worden. Nee. Het is een zoektocht met een doel. Ja. Ja, nou ja, ik bedoel, ik zoek niet om naar de uitweg van weg van hem. Nee. Dat heb ik wel geprobeerd, maar dat was niet succesvol. Dus Je hangt je hele leven nu aan God. Ja. Ja. Vind je het akelig? Nee. Wat is het mooie daarvan dan? De verlossing. De bevrijding. Mensen denken dat het christendom wettisch is. Moralistisch? Moralistisch.
dat het een curse life is. Maar misschien heb je het dan over bepaalde kerken of bepaalde christelijke dogma's. Maar niet over God. God is de God van de vrijheid. Daar zou Wilders wat van kunnen leren trouwens. Ja. Nou, stuur het boekje naar, Geert Wilders. Mag ik zijn adres? Ik heb zijn adres. Dan stuur ik het boek. Oké, dank voor je inspirerende verhaal. Het boekje heet Bruiswater van Monique Samuel. En is vanaf volgende maand in de boekhandel te krijgen. Uitgeverij Yes. Dank je. We gaan naar de volgende gast.